een hele goede morgen, Arie. Ik hoop dat het filmpje geplaatst mag worden, ik weet het niet. Ik ga het proberen zo kort mogelijk te houden. Eerst, lieve mede-Facebook-vrienden van ongevaccineerd, bla bla bla. Maak het jezelf niet zo fucking moeilijk. Ik zie hier zoveel mensen op zitten. Ja, ik weet het niet meer. Straks vanaf de 20ste mag ik niks meer. En dan weet ik niet of ik het vaccin wel... Wat lul je nou? Wat een moraalridder ben je. Echt waar. Kijk nou eerst eens wat ze zeggen en wat er niet staat. Er staat dat je nog van alles wel mag. Oké, dan mag je naar een restaurant tot 75 man. Heb je ooit wel eens in een restaurant gezeten waar meer zitten? Nou, ik ga daar niet naartoe. Dan ga ik toch lekker gezellig naar een klein restaurant toe. Nou, dan mag je niet meer naar een concert. Ga jij naar een concert? Of ga je al lopen zeiken dat je niet naar een concert mag, waar je toch al niet heen ging? Niet gaan zeiken over dingen die je toch niet doet of waar je druk over maakt. Ja, dat het nergens op slaat, helemaal mee eens. Het gaat er mij niet om dat het wel of niet mag. Het is totale krankzinnigheid en onzin. Maar ga niet hier zitten miepen en jezelf gek maken en anderen gek maken. Ja, ik mag niks meer. Want dan ben je net als die mensen die heel gevaccineerd zijn en die hele tijd rondgroepen. Ik ben een doelgroep, ik ben een doel. Als ik het niet neem, ga ik dood. Je doet precies hetzelfde. Dus je loopt op die mensen te zeiken die een vaccin hebben genomen. Maar zelf doe je precies hetzelfde. Want ja, ik mag niks meer. Dus ik zit toch te twijfelen. Heb je principes van nul? Oké, niet meer doen. Ander dingetje wat ik heel vaak lees hier. Nogmaals, opbouwende kritiek. Hè? Opbouwende kritiek. Ik hoop echt zo dat filmpje neergezet kan worden. Ik lees heel veel. Ja, ik weet niet wat ik tegen mijn vrienden moet zeggen. Want die zijn gevaccineerd en ik kom er niet doorheen. Maar soms is het heel simpel. Heel makkelijk. Dat vaccineren, dat doe je voor elkaar en voor de zorg. Voor de zorg te ontlasten en ouderen, weet ik wat voor onzin ze allemaal zeggen. Maar je kan dat heel makkelijk ontkrachten. Heel makkelijk. Goed opletten. Dit cijfers zijn van het CBS, dus ik nodig ook iedereen uit om het na te zoeken. Als cijfers niet geloven. Per jaar gaan er in Nederland 35.000 mensen dood, overlijden, aan de gevolgen van drank, roken en overgewicht. 35.000 per jaar. Oké. En toch mag je elke McDonald's inlopen, elk benzinestation... En elke slijterij kan je alles kopen. Is helemaal niet verboden, maar gewoon. En dan komt het leuke punt. Aan corona, als je het krijgt, heb je geloof ik 0,99% kans dat je dat je het overleeft. Dus 1% kans dat je overlijdt. Als jij gaat roken, volgens de statistieken van het CBS weer, 5% van de mensen die gaat roken, gaat dood aan longkanker. 5% van de mensen die gaat roken, gaat dood aan longkanker. Laat even doordringen. Zeg dat eens tegen iemand die gevaccineerd is. Je hebt dus 1% kans om dood te gaan, of minder nog, om dood te gaan aan corona. Maar 5% van de mensen die doodgaan, gaan dood aan roken. Dus als je gaat roken, heb je 5% kans dat je doodgaat. En toch mag dat gewoon. Het is je fucking vrije keuze. Die 35.000 mensen die per jaar overlijden aan de gevolgen van dat, die liggen ook op de IC. Die liggen ook op de zorg. En dat mag van onze overheid. Maar nee, als jij niet gevaccineerd bent, dan mag je in één keer dingen niet. Dus het slaat nergens op. Als jij vrienden en familie hebt die niet meer jouw vriend en familie willen zijn, dan moet jij niet degene zijn die daarover gaat lopen miepen. Dan moet jij niet weer mijn vriendje niet meer zijn. Het zijn nooit je vrienden geweest. Het zijn nooit je familie geweest. Het zijn nooit je vrienden geweest. Familie en vrienden staan voor je klaar als er wat is. Als jij een ongeluk krijgt midden in de nacht, wie kan je bellen? Dat zijn niet die mensen. Die hadden je ook niet komen helpen. En maak je nou niet helemaal gek. Ga niet alleen maar zitten kijken. Ja, maar dat mag ik niet meer. En dat mag ik niet meer. Lees wat er staat. Je kan nog gewoon uit eten na de 20ste. Je kan nog van alles doen. En niet gaan lopen miepen over dingen die je toch al niet deed. En dan nu over. Ja, maar dat mag ik straks niet meer. Ja, stond je ooit op een concert of zo? Of stond je met 50.000 man daar? Nou ja, ik niet. Dus het gaat er niet over miepen. Blijf op je standpunt staan. Maar ga hier niet een of andere pagina van maken. Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Mijn zus wil niet meer met me praten. Ja, fuck je zus. Zij wil niet meer met jou praten. Het is niet jouw probleem. Ga niet anderen hun probleem op jou schuiven. Zonder van de tijd. Niet doen. Je hebt hier zoveel mensen om je heen. En als jij al een berichtje zegt van... joh, ik heb bijna geen vrienden. Wie wil mijn vriend worden op Facebook? Heb je meteen 100 likes erbij. Dus maak je niet zo druk. Kijk wat je wel mag. En ga je niet meer druk maken over wat je niet mag. Nou, ik hoop dat niet iedereen me nu een eikel vindt. Maar dat je er wat aan mee doet. Want dat is mijn bedoeling. Doeg!